nieuwe voetbalseizoen, tussen aanhalingstekens, het nieuwe voetbalseizoen wordt inderdaad voorbereid en daarvoor heb je een aantal spelers nodig, een aantal bijtekenaars. Dat dat het juiste woord is, dat weet ik niet, maar ik bedoel voor degene die hebben bijgetekend. Een van hen is Sven Doest. Inderdaad, Sven bijgetekend, dat wil zeggen... Ja, dat je bijgetekend hebt, dat weet ik natuurlijk. Uiteraard, maar ook dat ik zelf heel blij ben. Ik voel ook direct vertrouwen van de club uit. Dat ze toch wel meerdere jaren willen blijven samenwerken. En dat gaf mij direct een goed gevoel, dus eigenlijk ook geen seconde getwijfeld. Hoe lang ben je bij ons? Ja, in feite was dit mijn tweede jaar. Maar ja, denk met vorig seizoen geen jaar uitgespeeld. Dit jaar begonnen en ook niet uitgespeeld. Dus ik hoop erop dat mijn derde jaar het goede jaar kan zijn. En we dan een keer een volledige competitie kunnen spelen. Volledige competitie, dan moet ik er ook nog even op terugkomen. Er was toch een en ander aan de hand. Men ging richting rechtbank lopen. De West-Vlamingen hebben daar afgehaakt, als ik goed gelezen heb. Ja, verklaar. Oh ja, er zijn inderdaad enkele spelers die een profstatuut hebben in onze reeks en die dan ja, willen recht hebben op arbeid en willen voetballen, dus noods via een mini-competitie. Maar goed, ik denk in de huidige situatie dat gewoon echt niet mogelijk is. Ploegen zoals Knokke, andere ploegen ook in onze reeks. Hoe kan je nu voetballen als je geen inkomsten hebt? Hoe kan je nu spelers betalen als je geen inkomsten hebt? Zowel geen supporters, geen kantine. Dus ik denk dat we gewoon een beetje solidair moeten zijn naar iedereen toe. En gewoon zeggen, dit is een verloren jaar en volgend jaar beginnen we gewoon terug opnieuw. Het was al een troepje, het zou nog een grotere troep worden dan. Oh, amai, ik denk het ook. Als je dan ziet, een mini-competitie met ploegen die willen promoveren naar 1B. We liggen nu stijl van oktober. Wie kan een licentie halen? Alles moet dan vlug geregeld worden en gedaan om die mini-competitie enerzijds maar te kunnen spelen. Dus ik denk gewoon dat dat een verloren zaak is. Nieuwe seizoen, ja, dat moet dan in augustus, eind augustus starten. Dat betekent dat men al een stukje eerder moet gaan trainen. Ik hoop inderdaad dat dat allemaal kan. Ja, inderdaad. Hoe sneller, hoe liever. We liggen inderdaad als stijl van oktober. En ik hoop dat we terug snel op het veld kunnen staan. En hopelijk kunnen we gewoon een normale voorbereiding afwerken. En er gewoon met een goed gevoel het seizoen tegenaan gaan. Alle succes. Dank u wel. Ik zal het dan maar bij dezelfde term houden. Nog een bijtekenaar. Bijgetekend ook inderdaad Niels Pierre. Niels Pierre, inderdaad. Voor hoe lang? 2 jaar en een optie. Hetgeen betekent dat jij hier ook kind aan huis aan het worden bent? Wel, het ging normaal, denk ik, dit jaar het vierde jaar zijn ook. Dus ja, dat worden er dan al 6 en misschien 7. Dus, maar ik zit hier goed. Wel, ik voel ook wel vertrouwen van de club. Zelf voel ik me hier ook heel goed. Het is niet ver, ik denk, en in deze reeks ook op dit niveau, dat er niet veel clubs zijn waar je beter zit. Dus, Het afgelopen voetbalseizoen moeten we natuurlijk zo snel mogelijk vergeten. Ja, is het geëindigd zoals het moest eindigen? Goh, ik denk dat er niet veel anders op zat. Het heeft lang op zich laten wachten, denk ik, die beslissing. Het kon misschien wel iets sneller genomen geweest zijn. Maar ik denk dat de enige juiste beslissing was op dat moment om de competitie stop te zetten. Vooruitblikken dan maar. Het nieuwe seizoen start in augustus. Oké, eerder zal er moeten getraind worden. Wat zijn de ambities? Hoe hoog ligt de lat? Goh, ik denk dat we dit seizoen ook wel een ploeg hadden die zo hoog mogelijk altijd moet proberen mee te draaien. Ik denk dat volgend seizoen toe, ik denk dat de club ook wel bezig is nu om die ploeg te gaan bouwen naar volgend jaar toe. En dat we wel opnieuw een hele sterke ploeg gaan hebben en gaan proberen van altijd zo hoog mogelijk mee te doen. Ik denk dat het een club is met ambitie ook. Dat ze dat ook uitstralen en dat volgend jaar... hopelijk ook op het veld te zien gaat zijn. Houd vasthouden dat alles kan starten in juli? Ja, ik denk als het tempo waarmee dat ze nu aan het vaccineren zijn iets gaan kunnen opdrijven, dat we misschien, ik hoop het ook wel dat we toch wel tegen juli, dat we toch wel in normale omstandigheden of normalere omstandigheden gaan kunnen trainen. En dan kunnen we hopelijk een normaal seizoen ook afwerken, een normale voorbereiding afwerken. Ik denk dat niemand nog wil meemaken wat we nu het afgelopen jaar en eigenlijk ook al het jaar daarvoor, of seizoen daarvoor, hebben meegemaakt. Dus hopelijk kunnen we vanaf juli op een normale manier terug gaan opbouwen. Dat is duidelijk. Veel succes. Dank u wel.